Fijn dat u de moeite neemt om te kijken naar een korte film van Hart voor Apeldoorn. Mijn naam is Dirk Munnik en namens alle mensen van Hart voor Apeldoorn willen we u graag een beeld geven van wat wij belangrijk vinden voor Apeldoorn en de Apeldoorners. Dus misschien ook voor u. Wat is er nu belangrijker dan een fijne buurt? Een buurt waar je je thuis voelt, waar het veilig is, de stoepen schoon zijn en er voldoende groen is. Hart voor Apeldoorn is dé partij met aandacht voor buurten en hun bewoners. Want zeg nou zelf, het zijn toch de mensen die de buurt maken? Hart voor Apeldoorn staat voor het behoud van buurtbeleving en voor de groei van de onderlinge verbondenheid. Daar ook zo'n hekel aan? Stem dan voor Opgeruimd. Hart voor Apeldoorn. Hart voor Apeldoorn is bij uitstek een partij voor ondernemende Apeldoorners. Hart voor Apeldoorn staat voor een beleid met veel nadruk op positieve, nieuwe initiatieven. En daar genieten we toch op zijn tijd allemaal van. Hart voor Apeldoorn is voor het ondernemersfonds. Dat is helemaal geen belastingverhoging. Het is een extraatje op de zakelijke OZB dat de ondernemers zelf kunnen besteden om Apeldoorn aantrekkelijker te maken. Dus zelfverdienend. Ons hart klopt voor Apeldoorn. En hier zien we het hart van Apeldoorn. Tja, dit mag dan wel het hart zijn, maar kloppen, dat kan beter. Veel beter. Weet u het nog? Dirk Munnik. Eerste op de kandidatenlijst, maar geen lijsttrekker. Want bij ons, bij Hart voor Apeldoorn, is elke kandidaat lijsttrekker van zijn of haar specialisme. Dus altijd iemand met vakkennis waar u vertrouwen aan kunt geven. Stem daarom Hart voor Apeldoorn. Dan krijgt u dus altijd de beste voor uw stem. Dus u weet het, stemlijst 13, Hart voor Apeldoorn.